Kan jij deze video sneller liken dan ik? Let's go! Vandaag ga ik gamen tot ik niet meer kan. En dat is best wel vermoeiend. Hoe lang hou ik het vol? En kan jij de 6 geheime woorden in deze video vinden? Reageer ze dan hier beneden. Laten we beginnen. Zou je liever de kerstman zijn of een rendier? Oh, dat is een makkie. Ik zou liever de kerstman willen zijn. Dan heb ik een baard en een muts. No way. Er zijn toch een aantal mensen die liever een rendier willen zijn. In dit spel is het de bedoeling dat je kiest uit 2 dingen. En ho ho ho, ik heb er zin in. Zou je liever een pizza eten? Of zou je liever een pizza zijn? Wacht, wat? Wat? Nou ja, pizza eten. Ik weet al hoe dat is. Dus ik zou liever een pizza zijn. Maar wacht, gaan we dan veranderen in een pizza? Oh nee! Maar wat als de mensen die hebben gekozen voor een pizza eten mij nu zien? Willen ze mij dan niet eten? Stel voor, jij bent 1 dag je lievelingseten. Welk eten ben je dan? Zou je liever in een regen van poepjes staan? Of zou je liever een poepje zijn? Nou ja, als ik een poepje ben, hoef ik niet in de regen te staan. Ik ben wel een poepje. Oh nee! Dus dit is hoe het voelt om een poepje te zijn. Ik leer nog een hoop door deze video. Zou je liever in koekjes zwemmen of in pudding? Nou ja, koekjes die zijn best wel hard en kruimelig. En pudding is zacht. Ik zou in pudding zwemmen. Oh man, we zwemmen nu letterlijk in de pudding. Maar tegenover ons zwemmen ze in de koekjes. Oh, daar kunnen we ook gewoon naartoe. Nice. Koekjes in melk. Kunnen we niet gewoon de koekjes en pudding bij elkaar gooien? Puddingkoekjes. Zou je liever een tv willen zijn of een telefoon? Als je een telefoon bent, dan ben je altijd bereikbaar. Als je een tv bent en je kijkt in de spiegel, kun je tv kijken. Ik zou toch een telefoon willen zijn. Daar kan ik selfies maken. Oh my gosh, ik ben een iPhone. Oh, dit is zo grappig. Oh, hier zelfs een gouden iPhone. Zou je liever een hacker zijn of een admin? De admin is een soort van de baas in het spel. Die kan gewoon doen wat hij wil. En een hacker doet dat ook. Alleen is best wel gemeen. Weet je, ik ga dit voor Jenna doen. Ik ben een hacker. No way. Wat? Oké, ik denk dat wij nu de perfecte match voor Jenna zijn. Oh, dit is bizar. We kunnen letterlijk vliegen. En kijk naar onze skin. Ik wil geen hacker zijn. En we zijn trouwens ingemaakt, want een admin heeft namelijk een banhamer. En daarmee kan die iedereen bannen die zich niet aan de regels houdt. Zou je liever werken bij Roblox of een Roblox-speler zijn? Nou ja, als je werkt bij Roblox, dan mag je je eigen games maken. Alleen waarschijnlijk minder spelen. En als je een speler bent, speel je Roblox. Ik speel Roblox al genoeg, dus ik ben een maat. Wow, wat? Ik heb ineens een totaal andere skin gekregen. Dus dit is waarschijnlijk hoe een van de Roblox-makers eruit ziet. Dat is zo gaaf. Ik heb een bril en een sjaal en paars haar. Dit is mijn nieuwe outfit. Ik heb er eentje voor jullie en een klein beetje voor SpongeBob. Zou je liever een dag in een ananas wonen of een dag alleen ananas eten? Wonen of eten? Laat het weten. Zou je liever willen zwemmen in Robux of liever in Tix? Tix, dat was het betaalmiddel in Roblox voordat er Robux waren. Maar toen speelde ik Roblox nog niet. Dus ik ga voor Robux. Zwemmen in Robux. Wow, dude, check this out. De rest van de dag ruik ik naar Robux. Oh man, dit is gaaf. We zijn letterlijk aan het zwemmen door de Robux. Dus als we hier uitkomen, zijn we rijk. Ik weet niet of het zo werkt. Maar dit hiernaast zijn dus de Tix Bucks, of eigenlijk gewoon de Tix. En dit werd dus gebruikt in Roblox, voordat Robux bestonden. Willen we liever rijk zijn, of willen we liever beroemd zijn? Oeh. Nou ja, kijk, als we rijk zijn in Roblox, kunnen we allemaal gekke dingen doen, waardoor we weer beroemd worden. Dus ik ga voor rijk zijn. Ik ben benieuwd hoe we er dan gaan uitzien. Dus dit is hoe we eruit zouden zien, als we rijk waren in Roblox. Iets wat ik niet ben. We hebben een gouden hoed, een dure bril met ketting. En volgens mij heeft bijna iedereen deze keuze gemaakt. Want ik zie alleen maar gouden outfits. Catching. Zou je liever een nieuwe naam hebben of een nieuwe avatar? Oké, dus als we een nieuwe naam hebben, dan zou ik bijvoorbeeld geen DutchTuber, maar Shrek heten. En met een nieuwe avatar ga ik er compleet anders uitzien. Ja, dat wil ik. Ik wil een nieuwe avatar. Wow, wat? Waar is mijn gezicht? Oh man, we hebben... Wacht eens even. Hier heeft iemand mijn avatar. Ja, dat is wel leuk om een keer iemand anders te zijn. Zou je liever zo langzaam zijn als een slak of zo snel als een cheetah? Oh man. Ik zou sowieso liever heel snel willen zijn dan heel langzaam. Dus ik ben benieuwd. Zijn we snel? We zijn super snel. Ik bedoel, stel voor je bent zo langzaam als een slak. Dan duurt het gewoon een halve dag voordat je naar de wc moet. Dus wanneer je op de wc bent, kun je er beter blijven. Want voordat je terug bent, moet je weer. Zou je liever een sneeuwpop zijn of een koekjes? Man. Oké, dit is een kerstvraag. Nou ja, als je een sneeuwpop bent, dan smelt je waarschijnlijk. Maar als ik een koekjesman ben, dan eet ik mezelf op. Ik wil een sneeuwpop zijn. Hé, ik ben een sneeuwpop. Oh, dat is zo gaaf. En hier hebben we de koekjes. mensen. Die ik eigenlijk best wel creepy vind. Doe dus mee in de comments. En laat bij elke vraag weten wat jij zou kiezen. Want als jij ook van sneeuw bent, kunnen we een sneeuwballengevecht houden. Of nou ja, dat weet ik eigenlijk niet. Want we zijn van sneeuw, dus moeten we dan met onszelf gooien? Heb je liever de winter of liever de zomer? Nou ja, ik ben een sneeuwpop, dus als ik nu voor zomer kies, dan smelt ik. Ik heb liever de winter. En sowieso hou ik wel van sneeuw en kou en gezelligheid. Dus ik ga voor winter. Oh nee! En daardoor hebben we nu een wolk met sneeuw boven ons hoofd. Maar eigenlijk is dat best wel fijn. Wow, dit is een gave skin. Zou je liever een superheld of een super slechterik zijn? Een superheld. Dan kunnen we de slechterikken inmaken. Wow, we kunnen vliegen! Ik zie er alleen niet uit als een superheld, maar nog steeds als een sneeuwpop. Zou je liever een clown of een goblin willen zijn? Sommige mensen zijn bang voor clowns, maar een goblin kan er volgens mij ook wel eng uitzien. Ik ga voor een clown. Dan kan ik grapjes maken. Let's do this. Dat is een enge clown. Maar wacht, hoe zien de goblins eruit? Oh, die zijn ook eigenlijk best wel creepy. Oh man, ik dacht dat ik een leuke clown zou zijn die een taart in zijn gezicht ging gooien. Of kon opeten. Ik heb zin in taart. Taart is ook gewoon echt zoiets waar je altijd zin in kunt hebben. Je kunt wakker worden, taart. Gaan slapen, taart. Wakker worden terwijl je probeert te slapen, taart. Ik hou van taart. Wat is de beste taart ter wereld? Waarom zeg ik zo vaak taart? Zou je liever een augurk willen zijn of een augurk willen eten? Weet je wat? Ik zou wel eens een keer een augurk willen zijn. Mezelf verplaatsen in een augurk is belangrijk. Ga ik nu serieus veranderen in een augurk? No way! En de andere mensen die eten dus een augurk. Zou je liever Sonic willen zijn of liever Mario? Oeh, dat vind ik een lastige. Sonic is blauw en supersnel. Mario is een loodgieter. Supergaaf. Ik ga denk ik toch voor Mario. Ik ben Mario! Oh, dat is zo gaaf. En dan hebben we hier dus allerlei Sonics. Maar even serieus. Stel voor dit zou een battle zijn. Mario versus Sonic. Wie denk jij dan dat er zou winnen? Ik bedoel, Mario kan superhoog springen. Alleen Sonic is weer supersnel. Mario heeft allemaal van die power-ups, zoals die paddenstoelen. Alleen Sonic is supersnel. Zou je liever een weerwolf of een vampier willen zijn? Nou, nu ik erover nadenk, allebei niet. Ik bedoel, een weerwolf word je alleen als het volle maan is, volgens mij. En een vampier in de nacht. Ik ga wel voor een vampier, waarom niet? Oh man, dat is serieus de allerengste skin die ik ooit heb gehad. En dit is hoe de weerwolven eruit zien. Ik had liever een weerwolf willen zijn. Ik vind het ook zo mooi dat wie ik ook ben in Roblox, ik blijf altijd mijn watermeloenhanenkam houden. Zou je liever een dino of een eenhoorn willen zijn? Sowieso een dino. Ik bedoel, stel voor een dino versus een eenhoorn. Ik bedoel, de eenhoorn heeft één hoorn, maar een dino heeft scherpe tanden. Ik wil een dino zijn. Wow, dat is zo gaaf. Oh my gosh. Ik heb serieus medelijden met de eenhoorns. Het zijn letterlijk knuffels. Maar wat zou jij kiezen? Laat het weten. Willen wij liever een Roblox politieagent zijn of een Roblox dief? Nou ja, er zijn hier nog clowns en vampieren met dino's. Dus laten we maar een politieagent zijn. Maar hoe zien we er dan uit? Wow, dat is zo gaaf. Ik ben een Roblox-agent en ik ben al ingemaakt. Zou je liever Roblox willen spelen of Minecraft? Maar wacht even, ik speel Roblox al. Dus wat gebeurt er dan als ik op Roblox blijf staan? Wow! Dit is volgens mij een van de allereerste Roblox skins. Zou dat kunnen kloppen? En de andere mensen zijn natuurlijk Steve uit Minecraft. Oh, dit is zo geniaal. Nooit heb ik ooit verliefd geweest op een creepypasta. Ben ik ooit verliefd geweest op een creepypasta? Nou, Kissy Missy. Of misschien Jenna? Nee, Jenna is veel te gemeen. Nou ja, Kissy Missy misschien een beetje. Ik zeg wel. En nog iemand zegt wel. Maar die ziet er zelf een beetje uit als een creepypasta. In dit spel moeten wij eerlijk antwoord geven op moeilijke vragen. Nooit heb ik ooit kauwgom onder mijn schooltafel gestopt. Ah, dat is vies. Maar misschien heb ik het wel ooit gedaan. Nee. Jawel. Nee. Jawel. Misschien. 1 keer. En ik heb er spijt van. Oh, wat? Er zijn maar 2 mensen die zeggen van niet. Nooit heb ik ooit eten gestolen van mijn BFF. Eten gestolen? Dat zou ik wel eens een keer hebben gedaan. Jawel. Ik zeg van wel. No way. En iedereen zegt van niet. Hebben jullie nooit stiekem een patatje gepakt? Nooit heb ik ooit Jenna de hacker ontmoet. Op die vraag moet ik helaas antwoorden. Jawel. We hebben haar ontmoet en verslagen. Wacht, wat? Er is maar 1 iemand die Jenna niet heeft ontmoet. Maar de rest dus wel. Nooit heb ik ooit Rainbow Friends gespeeld. Ah, dat is een makkelijke. Natuurlijk heb ik dat gedaan. Ik denk serieus dat ik Rainbow Friends, en ik maak geen grap, wel 50 keer heb gespeeld. En er is maar 1 iemand die het niet heeft gespeeld. Nooit heb ik ooit de scherm van een telefoon of tablet gebroken. Ik heb mijn telefoon eens een keer op de wc-bril laten vallen in de wc en hij was gebroken. Dus ja, en ik had misschien een plasje gedaan. Het was vreselijk, maar je leert ervan dat je voorzichtig moet zijn. En de meeste mensen hebben het ervaren. Nooit heb ik ooit een creepypasta verslagen. Volgens mij hebben wij in Roblox de Rainbow Friends, Jenna, Elisabeth, wie nog meer. Het zijn er te veel om op te noemen, dus sowieso. Wat dacht je van Huggy Wuggy? Oeh, wacht even. Er zijn maar 2 mensen die het niet hebben gedaan. Nooit heb ik ooit Elf on the Shelf zien bewegen. Elf on the Shelf is een popje van een elf en mensen mensen zeggen dat hij tot leven komt tijdens kerst. Ik heb hem nooit zien bewegen, maar ik heb wel het gevoel gehad dat hij bewoog. Dus ik moet nu nee zeggen. Ik heb hem niet letterlijk zien bewegen, maar ik geloof wel dat hij misschien eens een keer zo heeft gedaan. En wacht even. Er zijn 2 mensen die hem hebben zien bewegen. Ik geloof jullie niet. Ik ben een nieuwe game gejoind en er zit een dude bij met een mega creepy skin. En ik heb bijna het idee alsof dat het vriendje is van Jenna. Dus weet je wat de volgende vraag gaat zijn? Nooit heb ik ooit een kusje gegeven aan Jenna de hacker. Oké, als hij nu zegt dat hij dat wel heeft gedaan, dan hebben we dus gewoon het vriendje van Jenna gevonden. Nou, ik zeg nee, want ik heb Jenna alleen maar verslagen. Oké, ik ben heel benieuwd. Het is zeg maar die dude met error voor zijn ogen. Gaat hij zeggen ja? Hij zegt ja! Dat is het vriendje van Jenna! En hij is ook de enige die ja zegt. Ik ga snel een andere game joinen. Nooit heb ik ooit gelogen over mijn huiswerk. Oh, de typische, mijn hond heeft het opgegeten. Maar Job, je hebt helemaal geen hond. Ik heb wel eens een keer gezegd dat ik het ben kwijtgeraakt. In de oceaan of zo. Is dit er één waarbij iedereen gaat zeggen... Ah, er is maar 1 iemand die zegt nee, maar die ziet er niet serieus uit. Nooit heb ik ooit een haai gezien. Ik heb wel eens een keer een haai gezien. Maar bedoel je in het echt? Ik denk je bedoelt in het echt. Dat niet per se, gelukkig. Oh man, ben je serieus? Er zijn maar 2 mensen die geen haai hebben gezien. Nooit ben ik ooit verdwaald geweest in het bos. Oh, dat is zo creepy. Is me wel eens overkomen. Dat je dan gewoon zo lekker aan het wandelen bent. Hé, daar is een boom. Hé, daar is een boom. Waar ben ik? Ik kan niet de enige zijn. 2 mensen maar niet. De rest wel. Nooit heb ik ooit Adopt Me gespeeld. Ik heb Adopt Me gespeeld. Vaak gespeeld. Dus ja, ik wel. Gaat dit de eerste vraag zijn waar iedereen ja op antwoordt? Oké, 3 van de 3. 4 van de 3. Ja, iedereen heeft Adopt Me gespeeld. Nooit heb ik ooit afgekeken tijdens een toets en heeft de juf het gezien. Ja, dat is me ooit wel eens overkomen. Gaat iedereen ja zeggen? Oh, er zijn 2 mensen niet en 3 ja. Nou, volgens mij die andere 2 ook. Nooit ben ik ooit van een schommel gesprongen. Ja, natuurlijk heb ik dat wel eens gedaan. En dan dacht ik echt zo in mijn gedachten van, ik ga eruit zien als Spider-Man. Maar eigenlijk zag ik eruit als iemand die struikelt in de lucht. Hey, iedereen is een keer van een schommel gesprongen. Kom op. Ik wel. Die persoon antwoordt niet. Maar de rest wel. Nooit heb ik ooit een scheetje gelaten in de klas. Dat is lekker weer. Zin in popcorn? Iemand? Oké, weet je, als je nee zegt nu, dan ben je gewoon een leugenaar. Misschien iedereen wel een klein scheetje. Sorry, ik wil het niet zeggen, maar... Oh, wacht. Oh, er is zeg maar 1 iemand van niet. Leugenaar. Nooit heb ik ooit geld gevonden in de bank. Dus zeg maar in de bank waar je zo zit en dan tussen de kussens in. Ja, volgens mij was ik een keer bij iemand op visite en toen vond ik 50 cent. Wat ik natuurlijk heb teruggegeven nadat ik er snoep mee heb gekocht. Iedereen zegt ja. Vaak is het echt zo 10 of 20 cent en dan voelt het als een overwinning. Nooit heb ik ooit de juffrouw in de maling genomen. Heb ik dat ooit gedaan? Ja, misschien echt met zo'n super slechte grap op 1 april. Er zit een spin op je hoofd. Waarschijnlijk wel. En die andere speler ook. Nooit heb ik ooit iets in het toilet laten vallen. Oh man, elke dag. Oké, niet elke dag, maar ik heb serieus van alles. Van die oortjes waar je muziek mee luistert, een telefoon, tot 3 keer toe. Maar iedereen zegt ja. Nooit heb ik ooit gedaan alsof ik Spider-Man ben. En dit is een extra grappige vraag, want er zit een dude met een Spider-Man broek. Maar ja, dat heb ik wel eens een keer gedaan. En sterker nog, ik weet dat ik eens een keer van een tafel sprong waar een stoel op stond of zo. En het deed pijn, want ik was geen Spider-Man. Wees voorzichtig. Nooit heb ik ooit tegen een huisdier gepraat. Maar dat doet iedereen toch. En vreemd genoeg, als je dan tegen een huisdier praat, dan ga je ook op deze manier praten. Je kent het wel. Maar ja, eigenlijk wel. Ik heb misschien serieus wel een keer aan een kat gevraagd wat zijn lievelingseten was. En toen zei hij miauw. En toen dacht ik, dat kan van alles zijn. Maar 1 iemand niet. Nooit ben ik ooit zo boos geweest door een videospel dat ik iets stuk maakte. Oh man. Volgens mij heb ik wel van die typische games gespeeld die zo irritant zijn dat ik mijn toetsenbord liet vliegen. En mijn toetsenbord kan niet vliegen. Dus ja. En bijna iedereen zegt ja. Op 1 meisje na. Nooit heb ik ooit geschreeuwd tijdens het kijken van een enge film. Oh man. Ik heb eens een keer, toen eigenlijk iedereen sliep zeg maar, op een logeerpartijtje, zo hard geschreeuwd tijdens een soort van enge video, dat iedereen in 1 keer wakker was. Ja. Oh, ga maar nou niet zeggen dat ik de enige ben. Ah, bijna iedereen. Nooit heb ik ooit een boek gebruikt in de klas om een telefoon achter te verstoppen. Oh man, dat is de typische manier hoe mensen stiekem op hun telefoon zitten. Doe het niet, maar ik heb het wel eens gedaan. Ik bedoel, wie niet? Oh man, ben je serieus? Oké, iedereen behalve 1 persoon. Nooit heb ik ooit iemand zijn dagboek gelezen. Nou ja, ik heb wel eens een keer het dagboek van Bob gelezen. En er stond in dat hij verliefd was op... Wacht, wat zei je? Niks. Ik zei niks. En oh my gosh, er is maar 1 ander meisje die het ook stiekem heeft gelezen van iemand. Nooit heb ik ooit 2 dingen tegelijk gegeten. Oh ja, zeker wel. En ik weet zelfs dat ik een keer met iemand was. Die had een pizza. En er waren een soort van kleine chocolaatjes. En die legde hij op de pizza als topping. Het zag er lekker uit, maar dat was het niet. Dus ja, ik wel. Oh man, iedereen heeft wel eens 2 dingen tegelijk gegeten. Ben ik ooit ergens stiekem naar binnen gelopen waar ik niet mocht zijn? Nou ja, er was wel eens een keer een soort van lerarenkamer. En ik wist dat ze daar super lekkere soep hadden. Ik bedoel, het was een soepmachine. Eén kopje gingen ze echt niet missen. Dus ja, misschien heb ik dat ooit wel gedaan. Wij krijgen zometeen een vraag en we moeten antwoorden. Elke letter in ons antwoord is één blokje omhoog. Noem een karakter uit Super Mario. Laten we gaan voor Luigi. Kijk eens aan. Hoe langer ons antwoord, hoe beter. Want de lava komt steeds een stukje omhoog. Noem een karakter uit Frozen. Oké, dus we moeten eigenlijk een lang antwoord geven. Laten we gewoon voor Elsa gaan. Het is misschien basic, maar het is goed. Naast ons heeft iemand Anna. Oeh, dat meisje gaat denk ik af. Eigenlijk is het heel simpel. Als je niet typt, dan leef je niet meer. Oh nee, de lava. Noem één van de oceanen in de wereld. De Atlantische Oceaan. Nou, dat is vrij lang ook. Daar heeft ook iemand Atlantisch. Je hebt volgens mij ook de Pacific Ocean. Je moet dus in het Engels antwoorden, dat is belangrijk. En de lava komt omhoog. Oh, doet. Er zijn twee mensen afgegaan. Noem een soort haai. Oké, je hebt de witte haai. Dan heb je de hammerhead. Hamerhoofd. Volgens mij is dat best lang, toch? Ja, dat is best lang. Oh, dude. En dan heb je natuurlijk de whale. De walvishaai. Oké, volgens mij gaat die dude daar af. Oh, ik zei het toch. Oké, het is nu ik versus dat meisje. En het wordt steeds lastiger. Noem een Pixar-film. Is Finding Nemo een Pixar-film? Ja, dat is een Pixar-film. Oké, dus Finding Nemo gaat over een vis die een vis zoekt. Zij heeft Toy Story. Dat is ook van Pixar, inderdaad. Maar wij staan bovenaan. Noem een muziekgenre. Oké, jazz. Maar dat is vrij kort. Misschien country. Dat is toch wel op zich best lang. Ja, dat is ook goed. Zij heeft pop. Oeh, dat is 3 letters. En de lava komt weer omhoog. Oké, nu wordt het echt heel spannend. Noem iets wat je in een salade gooit. Oké, ik ga voor sla. En de lava komt eraan. Oh, volgens mij gaan we dit winnen. Maar je weet het maar nooit. Noem iets wat je kunt vinden in de keuken. Oké, ik ga voor een blender. Ik weet dat het niet echt een heel lang woord is. Maar het is het eerste wat in me opkomt. Zij ging voor tomaat. Ah, dat klopt. Oh, volgens mij gaat zij nu af. Ik weet het niet zeker, maar... Oh nee. Oh nee, oh nee. En? Ja, we zijn de laatste. We hebben gewonnen. Oeh, en we kunnen nu een nieuwe kleur kiezen. Oké, ik ben er weer klaar voor. En een hoop spelers met mij. Noem iets wat je buiten kunt doen, maar het mag geen sport zijn. Ik ga voor hide and seek. Dat is verstoppertje. Oeh, dat is ook gelijk een lang woord. Dat meisje daar heeft tikkertje. En de rest heeft nog geen woord gegeven. Oh nee, ik denk dat ze allemaal afgaan nu, of niet? Oh nee, net niet. Noem een planeet in ons solarsysteem. Laten we gaan voor Jupiter. Dat is... Nou, oké. En de lava komt omhoog. Oké, volgende vraag. Kom maar op. Noem een soort hout. Oeh. Oké, ik heb veel Minecraft gespeeld. En daar had je oakwood, birchwood en sprucewood. Volgens mij is spruce dan het langste, toch? Oh, dat is fout. Oké, laten we birch proberen. Dat is goed. Komt er toch nog van pas om Minecraft te spelen. En de lava komt omhoog. Volgens mij gaan er mensen af nu. Oh ja, er is daar iemand afgegaan. Oké, volgende vraag. Noem een chipssmaak. Oeh. Oké, paprika. Naturel. Is dat een smaak? Nee, want het is naturel. Noem een betaalmiddel. Laten we het lekker basic houden. We gaan voor de dollar. Oh, snap. Ik had ook voor de euro kunnen gaan. Maar dollar is een langer woord. Elke letter in het woord is één blokje omhoog. Maar het antwoord moet wel goed zijn. Je kunt niet gewoon dit op je toetsenbord doen. Dat zou wel chill zijn. Oh, de lava komt omhoog. En ik zie dat daar iemand is afgegaan. Noem een ninja turtle. Oeh. Oh, ik was te langzaam met typen. Want ik was het stiekem aan het opzoeken. Maar alsnog heb ik gewonnen. Yes. En als we nog 1 keer winnen, hebben we de groene kleur. Oké, kom op. We hebben 2 keer gewonnen. 3 keer is scheepsrecht. Noem een karakter uit verschrikkelijke ikken. Oké, is Minion dan een goed antwoord? Ja, dat is een goed antwoord. Je hebt natuurlijk ook de Gru, dat is de baas. Maar dat is maar 3 letters. Zij heeft Scarlet. Daar heeft iemand ook Scarlet. Wie is dat? Is dat het meisje? En oh ja, ik heb koekjes meegenomen. Ze moeten eigenlijk nog in de oven, maar het is hier zo warm. Dus denk ik hetzelfde. Noem 1 van de 4 seizoenen. Oké, je hebt winter, herfst, zomer en lente. Nou, laat ik voor winter gaan. Dat vind ik wel nice. Kijk, klein stukje. Het is ook leuk. We hebben bijna allemaal een ander antwoord. Ik heb er ook 1 voor jullie. Het langste antwoord wint. Noem iets wat je kunt drinken. Oké, daar gaan we. Noem een karakter die je kunt zien in Disney World. Oeh, wacht. Ik ga sowieso voor Mickey Mouse. Ja, kijk. Oeh, die is hoog. Dat meisje naast me heeft Cinderella. En daar heeft iemand Minnie. Oh ja, Minnie Mouse. Oh, dude. Dat meisje staat best wel gelijk met mij. Noem iets wat je kunt vinden in een potlodendoos. Een potlood? Ga me nou niet vertellen dat dat goed is, hè. Ben je echt serieus? Dat meisje naast me heeft schaar. Dat vind ik origineel. Oké, de lava komt naar boven. Doe trouwens mee in de comments. Probeer antwoorden te geven die zo lang mogelijk zijn. Noem een soort fruit. Doe mee, want ik ga voor een kokosnoot. Oké, volgens mij is dat niet heel lang. Oeh, watermeloen. Nee! Hoe kan ik nou geen watermeloen hebben gezegd? Ik kijk er letterlijk naar. Dat meisje naast me, die keek waarschijnlijk opzij en dacht, oh, ik heb het antwoord. Oh nee, dat is zo stom. Ik heb geen kokosnoot hanenkam. Oh, ik schaam me. Noem een ijssmaak. Ik ga voor mint chocolate. Of is het... Het is chocolate mint. Oh nee, dit is goed. Oh, maar dat is lang. Dat meisje naast me heeft chocolate chip. Oh, wat? Mint chocolate heeft ze ook. Nee. Ze is aan het winnen van ons. Kom op, we moeten lange antwoorden bedenken. Noem een Disney film. Ik ga gewoon voor Toy Story. Dat is het eerste wat in me opkomt. Oh nee, we zijn niet goed bezig. Ik weet niet of ik dit ga halen. De lava komt ook heel dichtbij nu. Noem een skittelkleur. Laten we gaan voor oranje. Dat is op zich best nice, toch? Orange. Volgens mij ga ik af. Ik voel het gewoon. We kunnen nog inhalen. Noem een vorm. Oké, we gaan sowieso voor een triangle. Dat is denk ik het langste. Noem een Minecraft monster. Dit is voor mij de Ender Dragon. Hé, dat is lang of niet? het. Ja, dat is een lang woord. Oké, deze redt mij. Maar ik sta alsnog niet helemaal bovenaan. Oh, ik ben de pineut volgens mij. Kijk hoe dichtbij de lava nu gaat komen. Oh nee, oh, het wordt hier warm of ligt het aan mij? Noem een sport. Oké, ik ga voor basketbal. Dat is denk ik het langste woord op dit moment. Zij gaat voor gym. Ik moet zeggen, we doen het allemaal best wel goed deze ronde. Noem een meisjesnaam wat begint met een M. Ik ga voor Margaret. Oh man, die persoon daar gaat af. Maar ik ben er nog. Noem een soort snoep. Oh, ik weet hem. We gaan voor suikerspin, cotton candy. Oeh, dat is een lang woord. Oh, zij kiest hetzelfde. Ja, dat was ook wel voor de hand liggend, hè. Wat neem je mee naar het strand? Oké, Job, denk na. Ik ga voor zonnebrand, sunscreen. Oh, dat is niet lang genoeg. Oh, ik ga sowieso af nu. Dit is het moment. Oh, nee. Oh, nog zo'n stukje. Wat heb je in je auto? Ik ga voor water. Ja. Klaar. Oh, dit is het moment waarop ik afga. Oh, nee. Toch tweede. Noem iets wat een hond zou doen. Ik ga voor graven. Oh, dat is maar 3 letters. Oké, de lava komt omhoog. Noem een soort hout. Ah, dat weten we. Maar je hebt volgens mij ook walnoot. Is dat goed? Ja, dat is goed. Oh, man. Noem een Star Wars karakter. Ik ga voor Darth Vader. Dat is de eerste die hem opkomt. Volgens mij gaat die kat daar af. Ja, dat zat er aan te komen. En daar is nog iemand af. Oké, nog 3 mensen. Noem een Pokémon. Ah. Natuurlijk ga ik dan voor Pikachu. Het is basic, maar mag niet missen. Daar heeft iemand Charizard en Gyarados. Noem een oceaan in de wereld. Oké, ik ga voor de Pacific Ocean. En oeh, kijk. Iemand naast mij doet hetzelfde. Oh, man. Wat kun je vinden in een keuken? Ik ga voor refrigerator. Dat is een lang woord. Koelkast. Oh, er is daar iemand af. Dus er is nog maar 1 iemand naast mij. Noem een planeet in ons solar system. Oké, volgens mij ben ik best wel goed bezig. Ik sta gelijk met die persoon naast me. En de lava komt zo hoog nu. Noem een soort betaalmiddel. Ik ga weer voor de dollar. Oh, man. Nu wordt het extreem spannend. Dit is echt een eigenlijk gelijke battle. Noem iets wat je kunt eten. Oh, man. Check hoe spannend dit is. Degene die deze het best beantwoord wint. Oké, wat is het? Noem een plant van plant zombies. Oké, dit is gewoon een random antwoord wat ik geef. Ik hoop dat ik het goed heb. Het is een erwtenschieter. Heb ik het goed? No way. Ik heb het goed en ik heb gewonnen. Oh, dat ging op het nippertje trouwens. Let's go. Oké, ik geef mezelf nog een laatste kans. Noem een karakter uit SpongeBob. Wauw. Het erge is dat SpongeBob ook gewoon het langste is qua naam. Ik bedoel, je hebt Patrick, meneer Krabs, Plankton. Iedereen gaat voor SpongeBob. Wat? SpongeBob SquarePants mocht ook? Wauw. Noem een Minecraft monster. Ik ga voor een Wither Skeleton. Volgens mij is dat er één. Oeh, kijk, dat is een heel lang woord. Maar ik baal nog steeds. SpongeBob SquarePants. Gewoon letterlijk 2 keer zo lang. Hé, maar we kunnen het nog inhalen. Oké, de lava komt naar boven. Noem een schoolvak. Ik ga voor wiskunde, maar dan de langere vorm. Kijk, nu zijn we goed bezig. Noem een jongensnaam die begint met de L. Leonardo. Dat moet goed zijn, toch? Ja, dat is goed. Oké, op zich, we zijn best goed bezig. Alleen de lava komt eraan. Noem een meisjesnaam die begint met de A. Ik ga voor Angelina. Oh, ik had voor Annabelle moeten kiezen of niet. Scheelt niet veel. Oké, de lava komt omhoog. Noem een plek waar je kunt zwemmen. Ik ga voor een zwembad. Swimmingpool. Dat is een vrij lang woord. Maar ik ben niet de enige. Daar gaat iemand voor een publiek zwembad. Dat is... Man. Noem een soort snoep. Ik ga gewoon weer voor suikerspin, want ik weet dat dat een vrij lang woord is. Oké, dit is erg spannend nu. De lava komt echt flink omhoog trouwens. Een paar seconden later... Spelen wij als oranje en moeten wij een deur kiezen. We hebben deur 1, 2 en 3 en ik ga voor deur 2. Is dat slim? Is dat goed? Is dat... Dat is niet goed en slim. Oké, geen enkel probleem. Dan gaan we voor deur... Weet je, laten we voor nummer 1 gaan. Ik wou zeggen nummer 3, maar nummer 3 vertrouw ik niet. We gaan voor deur nummer 1. Wacht even, maar dan wil ik eigenlijk wel weten wat er achter deur nummer 3 zit. Oh nee. Ben je serieus? Deur nummer 1 is de juiste keuze. En ik heb deze game al een keer eerder gespeeld, maar toen speelde ik als mezelf. En ik wil natuurlijk weten hoe Oranje zichzelf hier verder helpt. Ik bedoel, het is een creepypasta. Je zou zeggen dat creepypasta's aardig zijn tegen elkaar. We hebben gemerkt dat dat niet zo is. Oké, we hebben deur 1, 2 en 3. Laten we weer bij 1 beginnen. Net was dat de juiste keuze, toch? Ben je serieus? No way, we hebben het gewoon gekozen. Oh, snap. Nee! Ugh. Ik denk dat we dus nu hebben geleerd dat ook al gebeurt er niet direct wat als je de deur opent. Je moet op een soort van rode knop staan en dan blijkt het of het de juiste keuze was. 3, 2, 1. Het was de juiste keuze. Ben ik de enige die nu wel super benieuwd is wat er achter de tweede deur zou hebben gezeten? Of de derde? Hebben we nou net de tweede of de derde geopend? Ik weet het niet eens. Ik word vergeetachtig als ik in mijn broek plas. Ik vind wel dat Oranje het redelijk doet. Hij is gewend om altijd te slapen of te eten. Dus dit is goed. Weet je, deze keer beginnen we bij 3. Ben je echt serieus? Was dat goed? Wacht, wat zit er dan achter 2? Nu ben ik wel echt benieuwd. Wacht even. Oh, oké. Dat was een enge Roblox-speler. Dus in dit geval waren er 2 deuren goed. Oh, wacht, wat? Alleen deur nummer 3 is goed. Dat is wat we hebben geleerd. Laten we verder gaan. We moeten hier heel goed oppassen voor de soort van bommetjes, denk ik. Oh man, dit is een gevangenis. Hoe gaan we onszelf hier nou weer redden? Oké, kunnen we elke deur hier openen? Nee toch? Oh, we kunnen elke deur openen. Oké, misschien hebben we gelijk de juiste keuze gemaakt. Kan dat zo zijn? Oh nee, het is een Karen. Oh nee, een Karen is zeg maar iemand die zeurt. veel zeurt. Weet je, misschien had ik gewoon slim moeten zijn. Meestal is het echt een random kamer die je in moet gaan. Dus niet de eerste, niet de laatste. Maar nu hebben we gewoon voor de derde gekozen. Dus dat is goed, denk ik. Oh, laat maar, ik neem mijn woorden terug. Misschien moet ik gewoon minder logisch denken. En moet ik gewoon voor degene gaan die gelijk voor me staat. Sterker nog, dat is ook de enige waar een schep in de cel staat. Dus misschien is dat wel goed. Wacht even. Nee, wie ben jij? Oh, wat was dat nou weer? Oké, dus we kunnen ervan uitgaan dat heel de onderste verdieping een no-go is. Hebben we nou net de tweede van deze verdieping gekozen of de eerste? Ik twijfel, dus ik ga voor de laatste. En ik weet eigenlijk zeker dat dat de juiste is. Weet je, soms voel je gewoon dat het goed zit. Oké, ik heb het verkeerd gevoeld. Het is ook zo erg dat we links midden in beeld precies zien staan hoe vaak ik al ben ingemaakt. Nee, volgens mij heb ik de eerste nog niet geprobeerd. Maar het kan zijn van wel, we komen er vast wel achter. Dat was Karen. Dus je gaat me serieus vertellen dat we de laatste deur die we kiezen, dat dat de juiste is. Oh, dat is zo pijnlijk. Hè? Dit is niet de juiste. Je gaat me niet vertellen dat dit de juiste... Het was de juiste. Oh man, gaat dit weg? Oh, waarom is deze obby aan alle kanten gewoon stressvol? Het is niet alsof er een gedeelte is waarvan je blij wordt. Oh nee toch, dit zijn zoveel deuren. Oké, weet je, zullen we gewoon super random gaan voor deze? Ik ga het gewoon proberen. Oh, wacht even, dat is een mystery deur. Dat kan goed zijn. Nee, ik wil weg, ik wil weg, ik wil weg. Ik weet niet wat het is, maar het ziet eruit als wiskunde en dat wil ik niet. Oké, misschien is het deze wel. Oh, nice. Oh man, dit ziet er niet goed uit. Oké, we moeten over deze enge, draaiende ringen springen. En dan komen we uit bij een soort van mega Baldi. Oh, snel, snel, snel. Oké, nice. En dan... Oh, doet! En Piggy! Nee, snel, snel! Oh, dat ging echt maar net goed. Oké, we zijn in het huis van Piggy. En we hebben een sleutel nodig, denk ik, voor het laatste slot. Oké, is dit de juiste keuze? Dat is een kluis. Oh, man. Piggy zat in de kluis. Oké, geen probleem. Dan gaan we gewoon voor de eerste deur die we zien. Misschien is dat wel de juiste. Wat gebeurt hier? Dat is The Rock. En hij komt achter ons aan en hij wil ons een knuffel geven die net iets te hard is. Oké, geen enkel probleem. Eigenlijk is het wel een probleem. We zijn net afgegaan, maar dan gaan we voor de tweede. Dat is de sleutel. We hebben de sleutel. Let's go! Maar nu wil ik eigenlijk wel weten. Of was er geen andere deur meer? Oh nee, we hebben alle deuren gehad. Oké, in dat geval kunnen we deze hier openen. Kom op nou. Gaan we er doorheen. Wat zit erachter? Oh man. Dit is echt zo'n hobby waarvan je iedere keer denkt als je een deur opent. Dit is de laatste. Nee, dat is het niet. Oh, het blijft maar doorgaan. Oké, we lopen hier overheen. Het ziet eruit als lava, soort van. Is het niet? Oh, wat moeten we kiezen? Ik ga gewoon voor de middelste. Dat is denk ik goed. Hallo? Is daar... Oh man, wie is dat? Nee, 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 nee. Ah, jij bent ook oranje. We moeten aardig tegen elkaar zijn en samen sinaasappelsap maken. Oh man, dat is creepy. Maar dat was wel juist. Laat in de comments weten. 1, 2 of 3. Als jij nu 3 deuren voor je had staan, welke zou je kiezen? Oké, we hebben hier 3 liften. Ik ga gewoon weer voor de middelste. Dat is een klein beetje mijn tactiek gewoon. Naar voren lopen. Oké, de liftdeur gaat dicht. Wij gaan naar beneden. Oh nee toch. Of nou tenminste. Dat was Baldi. Niet stoppen, niet stoppen, niet stoppen. Nice. En daar hebben we Slender. Niet stoppen lift. Niet... Oké, nice. We gaan nog steeds door. Niet stoppen lift. Oké, nice. We gaan nog steeds door. Lift. Niet stoppen. Nee, nee. Oh man. Ik dacht serieus dat het goed ging zitten. Zullen we de derde proberen? Ja, laten we de derde doen. Daar heb ik een goed gevoel bij. Maar toch gaan we ervoor. Oké, Piggy, die doet ons niks. Volgens mij zijn alle 3 de liften gewoon niet goed. En wil dit spel ons gewoon in de maling nemen. Oh nee, deze die stopt bij Pennywise. Maar dat betekent dat dus de eerste lift goed is, toch? Want de tweede en derde waren dat niet. Oké, als deze lift ook niet goed is, spelen we dus letterlijk een spel zonder een goed einde. Wat ook wel eens mag. Het leven is geen sprookje. Oké, we hebben hier Baldi. Daar stoppen we niet. We hebben hier Piggy. Daar stoppen we niet. Nou, als het goed is, stoppen we dan bij Slender als dit de foute deur was. Nee. Pennywise, daar gaan we sowieso niet stoppen. En dan hebben we als laatste Sirenet en daar stoppen we denk ik ook niet, of wel? Nee. Maar waar gaan we dan heen? Oh, niet Karen. Oh, ook niet. Nice. Nee, nee. Ook niet? Oké, wacht even. Ik begin vertrouwen te hebben in dit spel. No way. Oké, luister. Volgens mij gaan we het nu serieus halen. Ik wil het niet te hard zeggen, dus volgens mij gaan we het nu serieus halen. Oké, we gaan hier doorheen. Heel voorzichtig. Oh man, dat zijn de 3 grootste deuren ever. Oké, we gaan nog steeds door met onze tactiek en dat is de middelste kiezen. Oh, we moeten door een gat springen. Ik vertrouw het niet. Wat zit daar beneden, spel? Wees nou eerlijk tegen mij. Oh, wacht. Volgens mij is dit goed, of niet? Is dit goed? Oh. Het is goed. En nu hebben we hier een hoop schatkisten. Oké, laten we eerst de eerste openen. Dat is een mini granny met... Oh nee, dat is eng. Dat is eng. De tweede, kan ik die nu openen? Nee, want ik ben ingemaakt. Oké, de tweede. Wat zit daarin? Kom op nou. Dat is... Oh nee, toch. Kunnen we de derde doen? Oh nee, laat maar. We worden ingemaakt. Oh. Oké, de derde. Geen probleem. Is dat goed? Ja, de sleutel. Ik wil zo graag weten wat er in de vierde zat. Nee, dat gaan we niet testen. We willen gewoon verder spelen. Oké, de deur gaat open. Dit is een langere hobby dan ik had gedacht. Ik dacht, we openen een paar deuren en we zijn klaar. Uh-oh. Uh-oh. Oh nee! Oranje kan niet tegen vuur. Heel voorzichtig. En we made it. En ook hier kunnen we weer 3 deuren kiezen. Ga ik nog steeds door met mijn tactiek? Ja, weet je, ik ga het gewoon doen. Ik heb het met mezelf afgesproken. We gaan elke keer voor de middelste. Dat is een burger. Oh, wat? Dat was nog juist ook. En we zitten nu in een soort van bikinibroek. Is SpongeBob hier ergens? Ik weet het niet, maar vreemd genoeg wil ik gaan voor de derde deur. Ik heb er een goed gevoel bij. Oh man, ik hoop dat mijn goede gevoel juist was. Een rode knop. We gaan erop staan. Oh. Het was goed. Was het goed? Nee! Oh nee, SpongeBob! Alsjeblieft, ik hou van je! Nee! Misschien moeten we voor de eerste kiezen. De tweede. De eerste, tweede, eerste. Ik ga voor de eerste. Weet je, de tweede is iets wat ik de hele tijd kies. Nu wil ik gewoon eens een keer een andere tactiek aannemen. Oké, dus nu gaat deze deur open. En als we op de groene knop staan, komen we erachter of het goed is. Het was goed. Oké, oeh, dit is creepy. Dit zijn letterlijk 3 losse deuren. En er lijkt niks achter te zitten. Maar ik denk wel dat dat het geval gaat zijn. Oké, we kiezen de middelste. Oh, dat is Freddy of niet soms. Oh nee, Freddy, luister. Ik hou van je pizza. Ik hou van Freddy. 5 Nights at Freddy's. Freddy. Ik weet niet wat ik zeg. Dat was gewoon een beetje bang. Weet je wat? We gaan voor de derde. Ik denk niet dat de eerste goed is, want het was het net al. Dus meestal is dat dan een herhaling. No way. Maar nu wil ik eigenlijk wel weten wat er bij de eerste was. Nee, maakt niet uit. We hebben gewonnen. Is dat Jenna? Dat is Jenna. Die heeft hier waarschijnlijk zichzelf gewoon doorheen gehackt. Er is een nieuwe bioscoop geopend in Roblox. En ik wil er een kijkje gaan nemen. Oeh. Ik heb de popcorn meegenomen en een blikje cola. Hier kunnen we alle drankjes en alle lekkernijen uitzoeken. Maar we moeten in de bioscoop werken als we dat willen hebben. Oké, nu kan ik er als het goed is eentje uitkiezen. Ik wil deze. Oh, check this out. Kunnen we deze eten? Dude, we hebben een officieel naamplaatje. Oh, deze dingen ken ik. Dat zijn van die snoepdispensers. Maar wacht, nu we hier werken, kunnen we achter de balie. We kunnen mensen nu letterlijk hun bestelling geven. Of alles opeten. Ja, waarschijnlijk wordt dat tweede in mijn geval. We kunnen eigen ijsjes maken, pretzels, frisdrank en slushies. Dit was altijd mijn moeilijkste keuze vroeger. Wil ik de blauwe of de rode slushie? Ik ben vandaag in een blauwe bui. Oh man, ik doe mezelf hier echt pijn mee. Ik heb nu zoveel zin in een slushie. Koekjes, popcorn, churros. Ik weet niet of jullie weten wat het is, maar volgens mij zijn dat een soort van gefrituurde dingen. En daar gaat dan chocola overheen of zo. Ik weet het niet. Ik kijk er niet naar. Ik eet het alleen. Dan hebben we hotdogs en suikerspin. Oh, ook weer zoiets. Oké, ik ga voor de gele. Ik ben echt de slechtste werknemer ooit. In plaats van dat ik de mensen aan de kassa vraag wat ze willen hebben, ben ik alleen maar mezelf aan het volstoppen. Alsjeblieft mevrouw, jij mag mijn slushpuppy. Dan hebben we hier een winkel met allerlei kleding die gebruikt zijn in het maken van bioscoopfilms. De Joker, McDonald's, Dora, Adventure Time, Buzz Lightyear en hier de horrorfilms. Skelet, Chucky, Annabelle en Pennywise. Ik denk dat ik voor Chucky ga. Oh, wacht, kan ik die echt aandoen? No way! Dit is zo gaaf. Ik werk nu niet alleen in de bioscoop. En ik heb niet alleen alles opgegeten. Maar ik heb ook de kleding aan die gebruikt is in het maken van een film. Laten we een kijkje nemen. Oh, dude. We zitten letterlijk in de bioscoop. Oké, wacht. Ik ga een mooi plekje uitzoeken. Ik vind het nooit chill om helemaal vooraan te zitten. Dan moet je helemaal zo met je nek. Maar dit is perfect. Oké, dus hij gooit een bootje. En daar is Pennywise in het riool om hem aan te nemen. Oh, spannend hè? Het is zo grappig. Ik ben letterlijk een film aan het kijken in Roblox. Daarvoor heb ik mijn popcorn. Oh, dit is creepy. Oh, nee. Hij wordt meegenomen. Het einde van de film. Stel voor een bioscoopfilm duurde echt maar gewoon 5 seconden. Maar er zijn nog meer films. Maar wacht eens even, kan ik hier doorheen? Oeh, dan moet ik een andere baan in de bioscoop nemen. Nu kan ik er wel naar binnen. No way! Vanuit hier worden de films aangezet, op pauze gezet. Dus ik ga hierachter zitten. En ik bepaal nu letterlijk wanneer de film gaat beginnen. Hier hebben we de toiletten als het goed is. Ja wat, ik ben ook gewoon een mens. Oké, het is tijd voor dag 2. Ik heb nu 2 taken uitgevoerd in de bioscoop. No way! Er is zelfs een arcade. En ik weet nu al wat ik wil. Ik wil die gizmo knuffel. Oké, we gaan het proberen. Kom op nou. Welke gaan we pakken? Eigenlijk maakt het me niet eens uit wat ik win, als ik maar wat win. En ik heb... No way! Het is gelukt! Wauw, dit is zo gaaf. Oh, dit spel ken ik. Dan moet je op tijd mappen. Oké, wacht. We gaan een andere machine proberen. En ik hoop dat we dus ook een andere knuffel winnen. Oh, het is gelukt! We hebben Gizmo! Gizmo is uit de film The Kremlins. Een film over hele kleine schattige wezentjes die minder klein en schattig zijn wanneer je ze water geeft of eten. Of het was in ieder geval iets wat je ze niet mocht geven. Oh my gosh. De film Chucky is nu aan het spelen in bioscoopzaal 9. Maar eerst een andere outfit. Wat dacht je van Buzz Lightyear? Wow, dat is zo gaaf! Maar wacht, kan ik dan ook hier naar achter? Wow! Wacht even, je maakt een grap. Oh my gosh! Ik ben Pennywise! Besef hoe erg het zou zijn als ik nu naar de film van Pennywise ga, waar alle mensen aan het kijken zijn. En ik kom ineens gewoon naar binnen gerend. Ze denken dat het 4D is of 5D. Wacht eens even, waar gaat deze deur naartoe? No way. Oké, dit is de duurste tot nu toe. Deze kamer is alleen voor de mensen die de films schrijven. Oké, we gaan het gewoon doen. Ik moet weten wat erachter is. Misschien kunnen we onze eigen film bedenken. Oké, daar gaan we. 3, 2, 1. Ben je echt serieus? Het is gewoon een lege kamer. Op zich wel goed, want als deze kamer leeg is, kunnen we deze kamer gebruiken. Mijn film gaat over een jongen die YouTube-video's maakt en zin had in een tosti. Dus wat deed zijn tweeling-kloon-broerding-achtig geval... een tosti maken. Ik heb alles al opgegeten. Oké, laat maar. Oeh, en dit is een kamer voor de beveiliging. Dit is een dure video. Maar op zich, het lijkt me wel goed om zo eng eruit te zien als beveiliger. Ik denk dat iedereen naar je luistert. No way. Wij kunnen hier letterlijk zitten en alle camera's in de gaten houden in en buiten de bioscoop. Zo kunnen we exact zien wie de popcorn stilt. Ik bedoel... ik ben eigenlijk degene die popcorn stilt. Maar ik kan mezelf niet arresteren, oké. Maar wacht eens even. Ja, het is gelukt! Oeh, wat is dit? Nice, we hebben snoep. Maar is er nog een film die ik graag wil zien? Deze film heet De Pestkoppen. Daar ben ik wel benieuwd naar. Oké, laten we gaan zitten. Oh, er is iemand echt keihard aan het slurpen van zijn cola. En dat is de kerstman. De kerstman zit daar en die maakt een super irritant geluid. Dude, luister. Op deze manier kan ik de film niet volgen. Doe dat eens even niet, alsjeblieft. Oh, hij luistert niet. Hij gaat ook de hele tijd van stoel naar stoel. Hé, luister, ik ben de beveiliger, hè. Ik kan je eruit zetten. Maar ja, dan krijg ik waarschijnlijk geen cadeautjes met kerst. Oké, weet je, laat ook maar. Oké, we gaan de film Chucky nog een keer proberen. Oeh, hij werkt! Oké, we zien deze jongen met Chucky praten. Oh nee, ik ben de enige in de bioscoop. Oké, dat vind ik wel een beetje eng. En Chucky komt tot leven. Dit is eigenlijk niet wat een beveiliger hoort te doen. Die hoort de bioscoop in de gaten te houden, niet een film te kijken. Oh nee, de moeder van deze jongen gelooft niet dat Chucky tot leven is gekomen. Dat is onmogelijk, zegt ze tegen de jongen. Maar als ze dan samen de kamer inlopen... oh, er zit iemand naast me. Zien ze dat Chucky heel rustig op zolder zit? Wat denk jij? Denk jij dat hij leeft? Oh, deze dude is zo erg aan het kraken, alsjeblieft. Hé, luister, ik probeer een film te volgen. Dit is net als in een echte bioscoop. Oh nee, Chucky komt tot leven. Oké, ik moet zeggen, het is een spannende film, maar ik vind dit nog irritanter dan dat ik dit spannend vind. Maar nu ben ik benieuwd. Deze super dure bioscoop. Eindelijk, de film is aan het spelen. En de minions hebben een bankoverval gedaan. Oh my gosh. Ja, ik ben sowieso hier de enige. Oh, de minions hebben al het geld gestolen. En Gru wordt gearresteerd. Terwijl de minions het eigenlijk hebben gedaan. Ze hebben alle Robux. Oké, dat was een best wel grappige film. Wauw, dat was een leuke werkdag. Oeh. Van wie is dat huis? Wacht even, kunnen we daar naar binnen? Kan het proberen? Oh, dat meen je niet. Oké, vooruit. Oké, kunnen we nu naar binnen? Volgens mij wel, ja. Oh, dat is zo creepy. Oké, we hebben een zaklamp gekregen. En nu kunnen we hier doorheen. Oh man, dit is een spookhuis. Oh, dat is zo eng. Oké, we moeten heel voorzichtig zijn, denk ik. Enge piraten. En wat als we deze kant op gaan? Oh, dit is zo creepy. Ah, het is Annabelle en ze leeft. Oké, snel de trap op. Is dat Chucky? Oh, dude, Chucky rent weg. Oh nee, we moeten juist door de spinnenwebben heen. Oké, waar zijn we dan? Allemaal vleermuizen. Oké, volgens mij... oeh, je liet me schrikken. Oh, dat meen je niet. We hebben hier een super enge clown. Is dit de uitgang? Oh, Pennywise zit achter ons aan. Maar dit zou de uitgang moeten zijn. Snel. Oh man, dat was een eng spookhuis. Oké, we gaan weer naar binnen. En wat ik eigenlijk wil doen, is nog één keer een knuffel winnen. En deze keer wil ik eigenlijk de mummie. Maar ik denk dat we een dubbele gaan krijgen. We hebben... de vleermuis! Oké, ik moet zeggen, dat is geen dubbele. En ik geef die aan dit meisje hier, alsjeblieft. Maar wij hebben inderdaad genoeg werk te doen als beveiliger. Dus ik ga hier lekker zitten. En ik hoop dat het een beetje rustig blijft in de bioscoop vanavond. Dit ben ik. En niemand heeft mijn skin in Roblox. Op deze doe het na dan. Voor de rest helemaal... wacht even. Voor de rest is er helemaal... niemand heeft mijn skin... oh. In dit spel kun je jezelf... klonen. En dat is best wel grappig. Ik heb dit al eens een keer eerder gedaan met de Rainbow Friends. Wat een soort van creepypasta's zijn. Maar ik dacht bij mezelf, waarom zou ik creepypasta's klonen? Ze zijn algemeen, ze zijn er al zoveel. Waarom niet mezelf? En als het goed is... lopen ze nu allemaal achter mij aan. Ik heb een DutchTuber leger. En het eerste wat we gaan doen is mijn oma in de maling nemen. Oh man, dit zou zo creepy zijn. Oh, jongens, rustig. Jongens, rustig. Oh. Oké, misschien is een DutchTuber-leger toch wat minder handig. Ik kan letterlijk niet meer zien wie de echte DutchTuber is. Dit is zo raar. Oké, we halen ze weg. Wat nou als we onszelf zo groot mogelijk maken? We klonen onszelf. Oh, oké, ik weet niet wat ik heb gedaan. Maar het regent letterlijk DutchTubers. Dit is toch niet normaal? Ik wil eigenlijk een soort van uitdaging aangaan. Stel voor, ik heb een dag geen zin om een moeilijke hobby in Roblox te spelen. Dan moet ik een tweede DutchTuber hebben die het wel kan doen. Zoals je achter mij kunt zien, hebben we er al een hoop. Maar er mag er maar eentje overblijven. Die heel soms mijn taken kan overnemen. En we gaan beginnen met de allereerste uitdaging. Oh man, dit is echt bizar. En dat is dat ze allemaal in formatie moeten staan. Oh, dude. Oh, jongens, ik zal aan de kant gaan. Oké, dus we gaan nu kijken welk van deze DutchTubers er wel goed staan en welke niet. Degenen die niet goed staan worden in deze eerste ronde gelijk al gediskwalificeerd. En degenen die dan overblijven, die mogen doorgaan naar de tweede uitdaging. Jij staat goed, jij staat goed. Jij staat er scheef. Jij... oh my gosh, jullie staan allemaal heel scheef. Oké, jij staat fout. Jij staat met je rug, net zoals jullie. Jij staat goed. Jij bent nog half aan het lopen, niet toegestaan. Oh, jullie zijn zelfs allemaal nog aan het rennen. Come on. Jij loopt, jij loopt. Ik zie er letterlijk nog maar eentje rennen. En dat is deze hier. Voor de rest kan het ermee door. De volgende uitdaging wordt wat lastiger. Ik wil dat jullie een rij gaan vormen. Oké. Als je namelijk allemaal naast elkaar moet staan, is dat makkelijker dan een rij. En ik ben benieuwd of ze dat goed doen. Oké, de rij wordt gevormd. Ik moet zeggen, er zit afstand tussen. Ik zie ze niet doorlopen. Sommigen draaien zich wel de verkeerde kant op, maar dat wil ik nog door de vingers zien. Oh man, dit is zo raar. Het is gewoon letterlijk alsof we ons eigen Roblox leger hebben. Oké, laten we alvast beginnen met het disqualificeren. Jullie staan allemaal goed. Jij staat echt fout. Oké, gaat goed hier zo. Prima. Jij staat fout. Nogmaals, het is altijd pijnlijk om mezelf in te moeten maken. Maar als we dat niet doen, hebben we veel te veel clones. En er mag er maar één overblijven. Stel voor, jij zou iets of iemand kunnen klonen. Wie zou jij dan kiezen? Oké, voor de rest hebben we een hele mooie lange rij. Ik wil dat jullie mij allemaal volgen. Oh my gosh. We zien dat ze van mijlenver al achter ons aankomen. Het ziet er eerlijk gezegd wel een beetje eng uit. Het lijkt alsof ze mij willen overnemen. Eigenlijk zouden ze dat best wel makkelijk kunnen. Ik bedoel 100 DutchtuberGamers versus 1. Ik denk dat dat duidelijk is wie er dan gaan winnen. Maar nu het allerbelangrijkste van allemaal. Zijn ze slim genoeg? Oké, loop maar met me mee. Ah, kijk. De meesten die stoppen. Omdat ze zich beseffen dat zo dicht bij de rand staan gevaarlijk is. Oké. Ja. Alsjeblieft, zeg maar dat er één over... Ben je echt serieus? Oké, geen kloon voor ons. Ze hebben het allemaal niet gehaald. Wacht eens even. Jij daar, volg mij. Kijk naar rechts. Naar links. Naar achter en naar voor. Ik heb mezelf iets groter gemaakt, zodat ik wel weet dat ik de echte ben. Maar dit is onze nieuwe kloon. Dus misschien ben ik het de volgende keer wel niet die Roblox speelt. Maar nu ik er ben achtergekomen dat kloons echt alles doen wat je ze vraagt te doen, lijkt het mij een goed idee om wraak te nemen. Ik heb mijzelf veranderd in Jenna. Rustig. Om een reden. Joh, je gaat Roblox toch niet overnemen? Nee joh. Dat is vanavond pas. We hebben net gezien dat kloons super loyaal zijn. Letterlijk, als jij van een brug zou springen, doen zij hetzelfde. Doen zij hetzelfde. Oké, Jenna's, volg mij. Ik moet zeggen, dit ziet er zo creepy uit. Dit is echt mijn grootste nachtmerrie in Roblox. Ik meen het. Stel voor, je wordt wakker in Brookhaven, je doet je gordijnen open, je kijkt naar buiten en dit is wat je op je huis ziet afstormen. Honderden Jenna's. 1 Jenna is al genoeg om Roblox bijna te vernietigen. Laat staan als het er zoveel zijn. En ze proberen elkaar ook gewoon te slim af te zijn. Kijk dan, ze lopen over elkaars hoofd om dichter bij mij in de buurt te komen. Jenna is niet te vertrouwen. Maar de vraag is, hoe slim is Jenna? Oh man, wat gebeurt er? Oké, volgens mij gaat dit niet helemaal volgens plan. Het is wel duidelijk dat Jenna super glitchy is. Maar misschien is dat wel precies wat we willen. Jenna wil elke Roblox-speler vernietigen. Dus wij vernietigen elke Jenna. Oh dude, kom op. Oh man, kunnen we ze er allemaal af laten vallen? Oké, weet je, we gaan weer kijken of we er eentje kunnen overhouden. Oh man, je ziet ze letterlijk naar beneden vallen als regen uit de lucht. Oké, hoeveel blijven er over? Hoeveel blijven er over? Oké, volgens mij zijn er nog maar een paar. Kom op nou. Kom op nou. Oké. Oh. Dit is de echte... Wat doe je nou? Dit is de Jenna-kloon. Maar omdat we geen Jenna-kloon willen... Sorry. Let's go. Ja, dat vond ik gewoon echt leuk om een keer te doen. Ik heb mezelf geel gemaakt. En als je achter mij kijkt, ben ik niet de enige. Geen idee waarom, maar ik heb mezelf geel gemaakt. En nu vind ik het grappig om mezelf te klonen. Maar wat ik eigenlijk wil checken. Stel voor, je hebt een leger met normale clones. Maar die nemen het allemaal op tegen 1 mega clone. Wie zou er dan winnen? Oh man, ze komen op me af. Ze zijn zo klein. Oké, let op, let op, let op. Oh man, ik ben benieuwd of ze me kunnen aanvallen. Daar gaan we. 3, 2, 1... Oh man, oh man. Kijk dan. Je kunt het misschien niet zien. Oh nee, oh nee. Ben je echt serieus? Volgens mij zijn ze letterlijk van me aan het winnen. Ik bedoel, ik zie de meesten ervan afvallen. Alleen ze duwen me naar de rand toe. Nee. Wat? Oké, maar nu wil ik het omdraaien. Stel voor, we hebben zometeen een stuk of 20 van die mega-clones. Dus degene die wij net waren. Gewoon echt super, super groot. Oké, ik hoop dat het klonen een beetje gaat werken. Oh man, daar was ik al bang voor. Als we ze klonen, vliegen ze letterlijk in de lucht. Oh man, dit was geen handig plan. Oké, er zijn er nog een aantal. En wij maken onszelf dan super klein. Wie wint er dan? Oh nee, ze komen letterlijk op me afgelopen. Nee, oh nee, auw, jongens, jullie stappen op mij. Oh, ben je serieus? Oh, ze doen me na. Oh, wacht even. Er zijn er nog 2 over, of nee, 3 volgens mij. En je weet wat wij gaan proberen om van ze af te komen. Voorzichtig. Wanneer ik spring, doen hun hetzelfde. Oh, er is nog maar 1. Oké, de anderen die zijn af. Oh nee, wacht, ik zie wel 2 schaduws. 5, 4, 3, 2, 1. Kom op, spring eraf. Ja. Oh, er is er nog eentje. Kom op. Come on. Spring er nou af. Volgens mij springt hij eraf. Volgens mij springt hij eraf. Bijna. Ik krijg hem er niet af. Kom op nou. Ik ga mezelf er niet willen afgooien. Kom op, jij moet eraf. Oh. En hij staat er nog. Oh. Oh, deze vallen. Wat? Op het laatste moment. Ik ga vandaag elke glijbaan in Roblox testen. En ik begin met de eerste. De Galaxy glijbaan. Oh. Dat was korter dan ik dacht. En we gaan zelfs de hoogste glijbaan ter wereld proberen. Oh snap, dit is de zeemeermin glijbaan. Ik weet niet of dat betekent dat we eruit gaan komen als een zeemeermin. Maar dat zou cool zijn. Dan kan ik zwemmen met SpongeBob. Ik weet niet wat ik zeg. We zitten letterlijk in het allergrootste waterpark. En ik heb mijn kleren nog aan. Oh man. Had ik niet beter een zwembroek kunnen aantrekken? Dit zijn twee glijbanen die door elkaar gaan. Oké, daar ben ik best benieuwd naar. Oh, dit is zo raar. We blijven ook gewoon echt zitten. Terwijl we ondertussen 500... Dat gaat een beetje langzaam. Ben je serieus? Wow, dat zijn een hoop bochten. Oké, we gaan ervoor. Deze glijbaan heet de looping. Wat dus inhoudt dat we veel loopings maken. Dus we zouden over de kop gaan. Ik weet alleen niet of we dat merken. Want ik wou het net ook al zeggen voordat ik vasthing. We maken echt 500 salto's en rondjes en... Het doet ons helemaal niks. Oh, dit ziet er gaaf uit. Oké, daar gaan we. Oh, dude. Wow. Oh, dit is zo'n ding waarbij je gewoon de hele tijd op en neer gaat. Totdat je stilstaat en dan... ben je waarschijnlijk misselijk, maar het ziet er cool uit. Oh man, door deze glijbaan kunnen we gewoon heen kijken. Dat ziet er zo creepy uit. Oh, dude, ik lijk wel een knikker. Ik bedoel, dat heb je toch, van die knikkerraces, dat je die dan zo loslaten, dat die overal naartoe glijden, ergens doorheen vallen. Oh, ik vind dit zo unsatisfying. Ik ben gewoon de hele tijd aan het wachten totdat ik... Come on. Volgens mij... Oké, perfect. Oeh, en er is zelfs een café. En ik ben helemaal alleen. Alle drankjes zijn voor mij. Oh, als ik hier naar binnen wil, moet ik er werken. Oké, vooruit. Ik werk officieel in het waterpark. Alle frisdrank is op. Oh man, er zijn burgers, hotdogs, pizza en frietjes. Laat je lievelingseten in de comments weten. Misschien serveer ik het voor je. Oeh, hier kunnen we er 3 kiezen. Oké, ik ga voor de middelste. Daar gaan we. Oh snap, oh snap. Oh, dat ziet er zo warrig uit. Dit zou een piratenglijbaan zijn. Oh, dude, we gaan zo snel. Oké, misschien kom ik hier wel uit met een ooglapje en een papegaai op mijn schouder. En dan ben ik arr, een piraat. En dan zoek ik naar de schat of patat. Ik heb liever patat dan een schat op dit moment. Oh man, deze ziet er zo gaaf uit. Dit is de hoogste in het spel volgens mij. De Tropical Twister. Wow, dat is zo gaaf. Dude, dit lijkt wel een disco voor mijn oogbal. Oké, wauw. Dit is cool. En waarom zitten we in een 8? 8 is niet mijn geluksgetal. Oké, wat hebben we hier? Oh man, moet ik hier gewoon staan? Start. Oh. Oh, wat? Dit is bungee jumpen. Wow, dat is zo gaaf. Kijk dan. Het is letterlijk alsof we aan het touwtje springen zijn. Alleen dan in ons eentje. Oké, als het goed is kunnen we hier doorheen kijken. Oh man, zal ik het gewoon ingezoomd doen? Dan is het alsof we er echt bij zijn. Wacht, deze heb ik net al gedaan. Deze glijbaan is vernoemd naar de zon. Oké, dus ik hoop dat het water warm is. Want anders doe ik een plasje en dan maak ik het warm. Nee, dat is een grapje. Tenminste, ik ben wel alleen in dit waterpark. Dus het is niet alsof iemand er last van heeft. Oké, oh man, oh man, oh man. Ballenbak. Of tenminste, waterballenbak. Oh, dit wordt een hele lastige keuze. Welke kleur zou jij kiezen? Ik ben groen, dus ik ga voor groen. Oh man, oh man, oh man. Kan iemand zien hoeveel rondjes ik maakte? Dit is de laagste glijbaan van allemaal. Eigenlijk hadden we deze eerst... Wow, wat gebeurt er met mijn scherm? Oké, dit is echt... Dit was raar. Roblox is niet gemaakt voor... Hey Nemo! Voor zwembaden. Oh, wacht. We hebben zo'n irritante noedel. Wacht eens even. Oh, dit is waar de lifeguard zit. De lifeguard is iemand die je in de gaten houdt of niemand onder water belandt. En het kost 200 Robux om dat te zijn. Maar kan ik hier dan ook echt naar binnen? No way. Moet je dit zien? Ik ben de lifeguard. Wat eigenlijk best wel geinig is, want waarschijnlijk moet ik mezelf dan gaan redden straks. Oké, waar zullen we naartoe? Is er een VIP? En er is een zeemeerminnenzwembad. Er is wel een rode glijbaan. Dit is het zeemeerminnenzwembad. Wow. Dit is de mooiste zeemeermin ooit. Maar wacht eens even. Kijk, ik ben een zeemeermin. Wow, wat is dit trouwens? Dit zijn allemaal kleine eilandjes. Hier zijn we al afgegaan, maar we kunnen nog hoger. Dude, ben je serieus? Die glijbaan gaat steil naar beneden. Job, durf je dat wel? Ja, natuurlijk. Niet. Oké. Oh, dat is heel creepy. Volgens mij ga je er dan in staan. En dan gaat hij zeg maar dicht. En dan ineens val je keihard naar beneden. Oké, daar gaan we. 3, 2, 1. Oh, dat is zo creepy. Oh. Dat viel dus eigenlijk toch best wel mee. Er staat een bordje bij deze glijbaan. Dit is de gevaarlijkste glijbaan in het waterpark. Oké, ik ben benieuwd of dat waar is. Oh, dude. Oh, dude. Wow. Bad eend, ik red jou. Dat was geen redden, Job. Oh man, dit ziet er zo creepy uit. Dit is dus weer zo één waarbij we naar beneden gaan vallen. Alleen bij deze ga je ook nog eens over de kop. 3, 2, 1. Oh, dude. Oh, dude. Oh, dat ziet er zo gaaf uit. Het lijkt alsof we vastzitten in kauwgom. Is dat raar? Oh, oké, ik ga hier helemaal naar boven toe. Ik ben serieus een beetje zenuwachtig. Wat is dit? Hebben we deze niet al gedaan? Ik ga van zoveel glijbanen af dat ik het serieus nu al vergeet. We zitten in een tube met mosterd. Is er niet een manier om sneller van de glijbaan te gaan? Misschien op onze bil? Oh, ik moet zeggen, dit is wel heel gaaf. Oh, deze hebben we nog niet gedaan. Dit is een glijbaan die ons naar een andere glijbaan brengt. Glijtastisch. Oh man, ben je serieus? Het houdt maar niet op met die glijbanen waarbij we naar beneden vallen. Wat gebeurt er als ik het met mijn ogen dicht doe? Oh, helemaal niks. Maar wat kunnen we hier doen? Oh, dit is de VIP. Oké, ik ben benieuwd. Is dat het waard? Daar gaan we nu achter komen. We gaan naar binnen. Wacht even. Oh, ik heb een nieuwe zwembroek. Maar of dat het waard was, weet ik niet. Is dat letterlijk het enige? Oeh, wacht even. Er is een boothuis. Een huis met boten. Oh, nieuwe zwembroek. Ik verzamel zwembroeken. Dus wat kunnen we hier doen? Oh, oké, ik moet zeggen, dat is best wel gaaf. We kunnen dus niet alleen van glijbanen af. Maar we hebben ook onze eigen boten. Oké, daar gaan we. Daar gaan we. Daar gaan we. Ja, dat zag er niet echt zo smooth uit. Oeh, dit vind ik echt heel creepy. Het lijkt echt alsof we via die zijkanten eraf kunnen vallen. Ik ga het alsnog doen. Let's go. Oh, dude. Dat is echt gewoon een nachtmerrie, toch? Dat je van een glijbaan afgaat en dat je dan gewoon... Oh, nee. Gaat het werken? Volgens mij werkt het. 3, 2, 1... Aan de plons te horen werkt het. Maar wacht eens even. We hebben een chocoladeijsje gekocht. We hebben een suikerspinijsje gekocht. En een vanilleijsje. Waarschijnlijk zitten we veel te vol om nu te zwemmen. Maar alsnog gaan we ervoor. Oh, dude. We gaan zo snel. 3, 2, 1... Oké, dat was echt heel gaaf. Oh man, we kunnen er weer één kiezen. Oké, deze keer ga ik voor de rechter. Gast, we gaan snel. Ik kan het letterlijk niet eens bijhouden. Mijn ogen zijn te langzaam. Wat gebeurt er? Wat? Zitten we vast? Welke kant? We zaten niet vast. Oh, wat? En er is hier een pingwing. Wat gebeurt er allemaal? Ah, hier is weer een VIP-huisje. Kunnen we daarin? Ja, dat kan. Kan ik deze ook aantrekken? Oh, maar wat kunnen we hier doen dan? Het ziet er best wel gezellig uit. Is dit een schaatsbaan? Het is een schaatsbaan. Ik heb alleen geen schaatsen. Oh, en hier is een lekker warm bad. Oké, we gaan hier naar boven toe. Geen idee waar dat naartoe gaat. Oké, dit ziet er heel gaaf uit. Let's go. Oh, dude. Oh, volgens mij hadden we een band nodig. Poging 2. Let's go. Let's go. Ah. Hey, dit lijkt mij serieus best wel gaaf om in het echt te doen. En volgens mij heb ik alle glijbanen hier in het park gehad. Of nee, wacht. De vulkaanglijbaan. Oké, daar ben ik benieuwd naar. Oh, dude, die ziet er gaaf uit. We komen niet uit in een vulkaan, toch? Daar heeft hij zijn naam hopelijk niet aan te danken. Dan zijn we een marshmallow, dat wil ik niet. Oh man, oh man, oh man. Oh, dit is zo leuk. De allerhoogste glijbaan ter wereld. We gaan gewoon de aarde opglijden. Oh man, ik ben hier zenuwachtig voor. Oké, we zitten in het bootje. 3, 2, 1. Doet! Oh, deze is zo gaaf. En ook hierbij zijn er weer geen muren en het is niet overkoepeld. Dus ik ben serieus een beetje bang dat we er vanaf glijden. Oh man, deze is zo hoog. Ik was serieus toen ik zei dat we de hoogste glijbaan ter wereld gingen proberen. Oh man, ik ben echt serieus bang dat we eraf vallen, want deze glijbaan ziet er niet veilig uit. Kijk dan, we vliegen gewoon om de seconde over de kop. Dat kan toch niet goed zijn? Oké, kom op, we gaan steeds een stukje sneller. Oh man, oh man, oh man. Gaan we dat halen zonder te vallen? 3, 2, 1 en een half en een kwart en... Dat was best wel knap. Ik ga vandaag spelen als verschillende creepypasta's. En ik moet op de juiste kleur staan. Alleen terwijl ik dat doe en dus probeer te winnen, ga ik het verhaal vertellen over die creepypasta. En we beginnen met Baldi. Baldi was altijd al de slimste leerling in de klas. Zo slim dat andere leerlingen dat wel een beetje irritant vonden. Hij had elk antwoord goed. Niet alleen dat, maar hij was ook altijd aan het leren. Wanneer de leerlingen aan het buitenspelen waren of gewoon pauze namen, zat hij met zijn neus in de boeken. En hierdoor werd hij op een gegeven moment zo slim dat hij de les gewoon kon overnemen van de leraar. Je hoort het goed. De leraar zat in de klas en hij stond voor de klas. Op een gegeven moment was hij zoveel aan het leren dat hij niet eens meer naar huis ging. Baldi besloot in de school te blijven slapen. Oh, wacht eens even. We hebben gewonnen! Maar ik ben nog niet klaar met mijn verhaal. Het is dus ook wel te verwachten dat Baldi ervoor koos om leraar te worden toen hij volwassen werd. En je zou zeggen, nice. Hij houdt van leren, hij houdt van lesgeven, hij heeft zijn roeping gevonden. Maar dit was niet helemaal waar. Baldi vond het namelijk ongelooflijk saai om normale leerlingen les te geven. Hij zocht naar meer uitdaging. En dat vond hij toen hij zijn eigen creepypasta school begon. Je hoort het goed. Een school waar alleen maar creepypasta's komen die les moeten krijgen. Van Jenna tot Sonic.exe tot alle Rainbow Friends. Hij gaf iedereen les. En we staan op de juiste kleur. Er is nog maar één iemand. Alleen omdat hij zichzelf zo vaak tussen de creepypasta's bevond, hebben we nou weer gewonnen, werd hij er op een gegeven moment zelf één. En dat is hoe en waarom Baldi een creepypasta is. Volgende creepypasta. Vanny. Alleen om het verhaal van Vanny te snappen, moet je eerst weten wie Vanessa is. Vanessa was een meisje wat gigantisch veel hield van dieren. Honden, katten, maar vooral konijnen. Ze had zelf een huisdierkonijn. En alles waar ze mee bezig was dieren beschermen. beschermen. Dus toen ze volwassen werd, besloot ze om een beveiliger te worden. Haar werk was beschermen. Alleen merkte ze al snel hoe saai ze dit vond. Ze zat namelijk niet tussen de dieren. Maar toen op een late avond, toen ze de krant aan het lezen was, zag ze daar een oproep staan. Er werd een beveiliger gezocht voor een nieuw pizzarestaurant. Maar niet zomaar een pizzarestaurant. Een pizzarestaurant vol met dieren. Dus je raadt het al, Vanny was door het dolle heen. En het eerste wat ze deed, was zichzelf opgeven. En schijnbaar was ze een van de weinigen, want ze kon de volgende dag nog beginnen met werken. En haar eerste avond was perfect. Het was precies wat ze verwachtte. Er waren dieren. Er was een beer, er was een kip en een konijn. Alleen kwam ze er ook al snel achter dat dit geen gewone dieren waren. Eigenlijk ook geen mensen. Oh, we hebben gewonnen. Maar wat waren het dan wel? Geruchten gaan dat Vanessa zich zo thuis voelde in het restaurant, dat ze besloot om zelf een dier te worden. Ze ontwikkelde een kostuum. Ze was er dagen, weken mee bezig. Maar toen het af was, noemde ze zichzelf geen Vanessa, maar Vanny. Natuurlijk, overdag wanneer de mensen waren, was het gewoon Vanessa. En droeg ze dus ook gewoon haar bewakeruniform. Maar zodra de lichten uitgingen, trok ze haar uniform aan en was Vanessa klaar voor de avond. Dit is een theorie, maar er zijn nog steeds mensen die denken dat Vanessa en Vanny niet dezelfde persoon zijn. Oh. Ik ben niet gevallen. Laat in de comments weten, wat denken jullie? Zijn Vanny en Vanessa hetzelfde? Om eerlijk te zijn, ik denk van wel. Ben je echt serieus? Wauw. Creepypasta's zijn goed in dit spel. Wacht, waarom gaat het spel nog door? Ik heb gewonnen, toch? Oh, het spel is gewoon te langzaam voor mij. Volgende creepypasta. Jenna. En ik weet wat je denkt. Job, je hebt het verhaal van Jenna nu al wel 100 keer verteld. Misschien wel 101. Klopt, en daarom ga ik het verhaal niet nog een keer vertellen. Alleen ik ga een aantal dingen vertellen waar ik zelf achter ben gekomen en wat ik nog niet heb verteld. Om mee te beginnen, Jenna zou een broer hebben. De naam van deze broer zou James zijn. En hou je vast, er wordt beweerd dat hij degene is die Jenna heeft geleerd hoe ze moet hacken. Niet alleen dat, maar er zijn een hoop mensen die zeggen dat Jenna niet haar echte naam is, maar eigenlijk een schelnaam. Hoe heet ze dan wel? Om eerlijk te zijn, dit tweede, daar heb ik mijn twijfels over. Jenna is namelijk super trots op haar slechte gedrag. Dat is ook de reden waarom ze eigenlijk wil dat elke Roblox-speler haar skin draagt. Dus ik denk dat ze zeker wel haar echte naam gebruikt, zodat ze de volledige aandacht en waardering krijgt van eigenlijk alleen creepypasta's, want wie vindt Jenna nou leuk? Oké, ik misschien een beetje. Maar dat is gewoon omdat ik de verhalen cool vind. Maar we gaan zometeen door naar een creepypasta die eigenlijk geen creepypasta is. En dat klinkt misschien heel raar. Oh, weet je, ik verklap het nog niet. Wow, de video en een hoop mensen. Dat is echt het meest irritante wat er is. Waar die mensen gaan zeggen, ik heb zoiets cools, maar ik ga niet zeggen wat. Oeh, misschien is dit James wel, haar broer. Dat zou kunnen. Oké, dan is het nu nog belangrijker dat we niet van hem verliezen. En volgens mij gaat dat lukken. Oh! Let's go! En ook Jenna heeft gewonnen. Maar we gaan door naar de Squid Game pop. En ik hoor je denken, Job, de Squid Game pop is toch niet echt een creepypasta? Nee. De Squid Game pop staat bekend als degene die in Squid Game helpt met het inmaken van spelers die stiekem bewegen wanneer zij kijkt. In het spel rood licht, groen licht. Maar verhalen gaan dat de Squid Game pop eigenlijk een echt meisje was. Geen pop, geen robot. Laat me je vertellen hoe. Haar echte naam zou Young zijn. Een meisje wat ongelooflijk gefascineerd was door elektronica en robots. Ze vond het zo gaaf om te zien hoe robots sterk, slim en vaak bizar snel waren. Niet alleen dat, maar robots raakten nooit vermoeid. Ze konden doorgaan en raad eens doorgaan. Ze was zoveel met robots en elektronica bezig dat ze die op een gegeven moment zelf kon maken. Young maakte haar eigen robots wanneer ze klaar was met school. Op een gegeven moment besloot ze met haar grootste robot ooit bezig te gaan. Zichzelf. Je hoort het goed, Young probeerde een robot van zichzelf te maken. En dat lukte. Alleen wat ze was vergeten, waar ze geen rekening mee hield, is dat robots ook een uitknop hebben. Dus toen ze zichzelf had veranderd in een robot, oh my gosh, we hebben verloren. Maar toen ze zichzelf had veranderd in een robot en werd uitgezet, hebben de Squid Game guards daar gebruik van gemaakt. Ze hebben haar meegenomen naar Squid Game en je kent het verhaal. Maar de volgende, Boyfriend. En je hebt gelijk, Boyfriend is eigenlijk geen creepypasta. Maar het heeft wel bijzonder veel met creepypasta's te maken. Laat me je het uitleggen. Boyfriend was een jongen die gigantisch veel hield van twee dingen. Zingen en dansen. En hij hield wat minder van één ding, namelijk creepypasta's. Dus na een lange tijd nadenken kwam hij met een plan. Waarom niet de dingen waar hij van houdt samenvoegen met hetgeen waar hij niet van houdt? Dansen en zingen om de creepypasta's te verslaan. En dat is letterlijk waar het spel Friday Night Funkin' voorkomt. Het is een game waarin Boyfriend het opneemt tegen elke soort creepypasta die er bestaat. Niet door te vechten of zo, maar letterlijk door te zingen en dansen. En degene die de meeste zuivere noten maakt en de beste dansmoves heeft, die wint. En eigenlijk vind ik dit wel het mooiste verhaal van allemaal. Ik bedoel, Boyfriend is echt een super aardige gast, wordt er gezegd. Hij kan goed dansen en zingen. En hij probeert ondertussen de gemene creepypasta's weg te jagen. Dat is gewoon cool. Als hij nou ook nog genoeg appels eet en water drinkt, dan is hij helemaal badass. Oh, let's go. Maar laat in de comments weten, van welke creepypasta moet ik de volgende keer het verhaal vertellen? Van de Rainbow Friends heb ik ze eigenlijk allemaal al wel verteld. Zelfs van rood. rood. Ik wil eigenlijk zometeen wel zien hoe goed hij is in Colorblok. Alleen dan moet Boyfriend natuurlijk wel eerst winnen. Oké, wij gaan naar roze toe. Wacht eens even. Ik heb volgens mij nog helemaal geen Roblox-account gemaakt voor de roze Rainbow Friend. Nu moet ik wel zeggen, er zijn twee roze Rainbow Friends. Je hebt het vriendinnetje van Blue en dan heb je een soort van twee-ogige alien. Het is zo lastig soms in Colorblok. Er liep daar letterlijk iemand gewoon door de lucht. Het is soms heel lastig in Colorblok om te praten en op te letten. Het voelt een beetje als huiswerk. Oké, kom op Boyfriend, je moet dit winnen. Het zou me eigenlijk niets verbazen als die verliest, want... Oh, oké, laat maar. Goede timing, Job. Hij heeft gewonnen. Let's go. Maar wat zei ik nou net? Oh ja, rood. Rood is er klaar voor. Oh nee, niet deze. Dit vind ik misschien wel een van de meest irritante Colorblok-modussen die er is. Hij is namelijk zo makkelijk dat er bijna nooit iemand afgaat. En waarschijnlijk had ik dit niet moeten zeggen. Dat is echt zo typisch, hè. Dat je dan zegt, joh, dit is een eitje. Dit doe ik terwijl ik slaap. En dan ga je af. Dit is namelijk een modus waarbij je weinig zwaartekracht hebt. Wat min of meer inhoudt, hey, we zijn rood en we moeten op rood staan. Waar was ik? Wat eigenlijk gewoon inhoudt dat je dus langer in de lucht blijft zweven dan bij een normale sprong. Oké, we moeten donkergroen hebben. Die hebben we hier. En volgens mij... Er is nog maar één iemand. Dat meen je niet. Rood. Dit is jouw moment. Hoop ik. Oh. Kijk, dat is heel chill. Normaal, met een gewone sprong had ik dat nooit gehaald. Oké, luister. Ik moet dit serieus winnen. Roze. Oké, dit ga ik sowieso halen. Oeh. Oh, zij ook. Het is echt spannend, want we staan ook iedere keer op een ander blokje. Oké, nice. Oh, wacht. Volgens mij heeft rood gewonnen. Oké, ik ben moe. Ik ga slapen.